Na een kort verblijf op Bonaire, waar hij een restaurant en hotel wil gaan openen, is Gordon weer terug in eigen land. Zijn bezoek aan het eiland is echter niet geruisloos verlopen, meent Juice Channel. Volgens het Juice kanaal is niet iedereen op Bonaire zo blij met zijn mogelijke komst, omdat hij geen goede eerste indruk zou hebben achtergelaten. Wat Gordon volgens het kanaal heeft uitgehaald, Gordon is afgelopen week met vrienden in een restaurant gespot. Volgens bronnen hebben ze zich daar ontzettend misdragen. Zo waren ze gemeen tegen het personeel, luidruchtig en ontzettend dronken. Het personeel is op een gegeven moment gestopt met drank aan hen te serveren, klinkt het. Het gerucht wordt ter sprake gebracht in de podcast Strict Privé. Er is wat gebeurd op Bonaire, of niet, zegt privé-hoofdredacteur Evert Zantegoeds daarin. Zijn collega Jordi versteegde: nou, bom je op Bonaire. Tenminste, dat schrijven de Juice-kanalen. Een opvallend verhaal, vindt Evert. Ja, hij heeft de bloemetjes buiten gezet. Er wordt niet meer gedronken en niet meer andere troep gebruikt, zegt I. Maar mensen die dit verhaal in de wereld helpen, waren er toch van overtuigd dat hij behoorlijk in de olie was toen hij heel lastig begon te worden in een restaurant en uiteindelijk niet meer geserveerd werd. Dat is het verhaal dat de ronde doet. Details zijn er nog niet, de naam van het restaurant ben ik ook nog nergens tegengekomen, maar Nederlandse vakantiegangers heb je nogal wat op Bonaire en die hebben hier verslag van gedaan. Wat zegt Gordon er zelf van? Jordi, ik heb natuurlijk even hoor en wederhoor gedaan, dus ik heb Gordon even geapt en hij zegt het volgende hierover, het was gewoon een leuke avond op vakantie en zeker zou ik nooit gemeen zijn tegen personeel. Nooit en te nimmer, dus dat heb ik niet gedaan. Hij ontkent eigenlijk het hele verhaal. Evert, waarvan akte.